5. En welkom terug in de digitale mediafabriek bij The Hackstream Team. Vandaag hebben we als gastspreker Roel Jansen, journalist, schrijver en explicateur. Voor jouw nieuwe boek, Roel de Euro, heb je gesproken met ministers die in 1992 een handtekening zetten onder het inmiddels gevraagde verdrag van Maastricht uit 1992. Hoe wordt thans teruggekeken op dit 20 jaar oude verdrag? Ja, dat is heel interessant. Ik ben gegaan naar zeg maar, de mensen die aan de wieg stonden van het verdrag van Maastricht. Hè. De minister-president Ruud Lubbers van die tijd, de minister van Financiën Wim Kok en de minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek. Plus nog wat andere mensen die ik ervoor geïnterviewd heb. En die keken toch wel met zekere, met dubbele gevoelens keken ze terug op wat er toen gebeurd is. Want men had het gevoel dat het een fantastisch verdrag was wat men gemaakt had. Maar men was ook heel trots dat het gelukt was, hè, dat die monetaire unie er kwam en dat het onomkeerbaar was, dat het daadwerkelijk ging gebeuren. Ik heb wel eens begrepen in Maastricht dat het echt in 30 seconden uiteindelijk beslist is. Het is een heel groot voortraject. Maar dat in Maastricht is besloten dat die euro er zou komen. Nou ja, de onderhandelingen over de monetaire unie waren dus eigenlijk al maanden aan de gang. En dat verdrag was min of meer klaar. Er zat één element in wat niet geregeld was. Dat hebben ze in Maastricht geregeld. Maar wat ondertussen gebeurde was natuurlijk de totale mislukking van het Nederlandse voorstel om een politieke unie op te zetten. Dat beroemde Zwarte Maandag, zoals dat bij Buitenlandse Zaken genoemd wordt. Dat het verdrag wat Nederland voorgesteld had voor een Europese politieke unie van tafel werd geveegd. Juist. En in Maastricht hebben ze de datum erin gezet waarop die monetaire unie daadwerkelijk zou beginnen. Ongeacht het aantal landen dat er dan klaar voor zou zijn. En dus eigenlijk is de onomkeerbaarheid van het geheel is in Maastricht op het allerlaatste moment erin gezet. Het enige gemoffeld. Ja, gefietst zou je kunnen zeggen. Ja. Als je kijkt naar 20 jaar geleden, nou einde 2011, zeer actueel. Even geleden heeft Hogevorst, oud-kabinetslid, heeft ook uitspraken gedaan op de tv dat hij toch twijfelt aan het hele verhaal. Ja. Aan de euro, hè? Aan de euro, ja. Maar daarmee ook aan dat wat ervoor gebeurd is, waardoor we nu zijn waar we nu staan. Je hebt daar ook het boek over geschreven, de euro om het zo te zeggen. Welke kansen zie jij nog voor de euro, Roel? Ja, het is ontzettend moeilijk nu te zeggen hoe het over een half jaar ervoor zal staan. Want het kan nog eigenlijk alle kanten op. Men erkent nu wel, ook bij de mensen die de hele tijd aan de wieg van de euro stonden, dat er een aantal fundamentele fouten zijn gemaakt. Eén is dat de politiek-bestuurlijke inbedding van de euro niet goed is gelukt. Hè. Er was wel een centrale bank, maar er zijn aanvankelijk 11 en vervolgens nu 17 ministers van Financiën die over het financieel-economisch beleid gaan. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Er is niet bedacht van je moet een politiek centraal punt hebben waar je over die monetaire unie kunt beslissen wat er in de afzonderlijke landen gebeurt. Dat klinkt toch nu terugkijkend ongelooflijk naïef. Ja, dat vond ik ook. Dus terugpraten met die mensen ook heel naïef. Dat je denkt, waarom hebben jullie dat er toen niet ingezet? Men dacht eigenlijk, we beginnen met die monetaire unie en dan komt die politieke unie vanzelf. Ja. Dat was één ding. Het andere was dat men had er wel sancties ingezet in dat verdrag, maar die waren allemaal ja, mits en dan en op den duur en uiteindelijk. We komen er wel uit. Ja. En men heeft niet beseft dat je die sancties er snoeihard erin moet zetten, want dat het anders gewoon alle kanten opvliegt. Nou ja, dat is in feite gebeurd omdat Frankrijk en Duitsland in 2004 al die regels van het stabiliteitspact hebben geschonden en daarmee eigenlijk dat hele stabiliteitspact onderuit hebben gehaald. En vanaf dat moment was het, zou je kunnen zeggen, eigenlijk wachten op een groot ongeluk. Nou, dat hebben we dan, beginnend met Griekenland, de afgelopen 2 jaar gezien. Ik heb soms gevoel als leek, want ik zit niet in de financiële wereld, dat ik in een Boeing zit. Ik hoor van de kapitein, de benzine is bijna op en we hebben geen landingsveld. Ja. En we gaan neerstorten. En dat, van de week ook, Hogevorst, jij noemde hem net al, die zegt dan de euro is mislukt. Dan denk ik, nou vriend, dat zijn gevaarlijke uitspraken. Heel gevaarlijk. Maar het is nu wel, er is nu zo'n sfeer dat ik, als iets oudere man, ik begin me zorgen te maken. Ja. Wat is de oplossing? Nou, iedereen maakt zich zorgen. En dat merk je ook als je met mensen praat of als je ergens optreedt en zo. De zorgen nemen bij wijze van spreken van dag of van week op week nemen ze toe. Ik vind, het is ook gevaarlijk dat mensen met een politieke functie zoals Hogevorst, dat die openlijk zeggen, ja, het is mislukt. Dat is eigenlijk uitnodigen voor speculatie, want je weet in welke landen het meest is mislukt. Dat zijn de zuidelijke landen, dat gaan mensen ook hun geld weghalen. Dus je ziet dus zulke uitspraken die roepen als het ware een kapitaalvlucht op uit de zwakke landen. Kun je dat vergelijken met Laakman een tijdje terug? Nou, in wezen wel, ja. In wezen wel, ja. Nou, Welling trouwens ook, die zei ook van als het kabinet hier in Nederland oproept van
Landen die zich niet aan de regels houden, moet je uit de euro kunnen schoppen. Dan roep je eigenlijk op tot een bankrun in die landen. Ja. Dat is een beetje wat Lakenman met de DSB-bank heeft gedaan. En we weten het effect daarvan. Je vertelt ook meteen over Wellink. Hè. De interviews met Wellink gaan we straks verderop in een andere uitzending ook over hebben. Niet in dit deel. Als je het hebt over de beslissers van toen. Wat spelen die beslissers voor rol op dit moment? De mensen die je ook gesproken hebt, of zitten die eigenlijk rustig achterover? Volgens mij spelen ze geen rol meer. Lubbers is uitgeregeerd, Kok is uitgeregeerd, Van den Broek woont in zijn boerderij in de Achterhoek. Die zijn helemaal uitgeregeerd. Het interessante was de enige man die nog actief is, dat is de oude premier van België, Wilfried Martens. Die is nog altijd president van de Europese Christendemocratie. En daar, in dat gremium, hoor je dus ook van hem dat men aan het werk is met de huidige regeringsleiders uit de Christendemocratie om aan oplossingen te werken. Maar heeft die partij nog wel wat in de melk te brokkelen, de Christendemocratie in Europa? Nou, ik dacht in Duitsland wel. En wat ik niet wist, maar wat hij vertelde, is dat de UMP van Sarkozy zit in de EVP. De partij van Berlusconi zit in de EVP. Ja, die houdt zich wel niet helemaal aan de moraal en de waarde van de Christendemocratie. Maar goed, zijn partij zit erbij. En zo hebben ze eigenlijk alle grote partijen in Europa nog steeds onder hun hoede. En ik denk ook dat er uiteindelijk een beslissing een uitweg zal komen om jouw vraag te beantwoorden. De Duitsers zullen discipline van de zuidelijke landen eisen. En ze hebben nu gezien, zoals het nu in dat verdrag staat, werkt het niet. Dus dat moet geregeld worden. En als dat geregeld is, dan zullen ze over de brug komen met meer geld van de Europese Centrale Bank of met meer geld voor dat fonds, dat noodfonds. En dan, ja, dan marcheert het wel weer. Maar ik denk zelf dat Duitsland en Frankrijk ook het niet los zullen laten. Ze zullen ermee doorgaan. Vraag buiten het script. Wie heeft er voordeel van dat het nu gaat zoals het gaat? En dat is niet al te best. De financiële markten. De speculanten uit Londen. Ja. Het is, dus weer de jongens. Je moet eigenlijk, als je nu naar de Britse financiële pers kijkt, moet je eigenlijk vaststellen dat die een campagne aan het voeren zijn om de euro kapot te schrijven. En er gaat natuurlijk heel veel mis. En ja, iedereen erkent ook dat er heel veel is misgegaan. Maar zoals je het nu ziet gebeuren, denk ik van nou, er zit gewoon de belangen van de city achter. Dat is een beetje samenzwerderig gedacht. Maar die hebben ook in het verleden natuurlijk wel eens laten zien dat ze... Die hebben ook hun belangen weer natuurlijk. Absoluut, ja. Die verantwoordelijkheidsgevoel heb je eerder over gehad, dat zie je dan niet. Je noemt net de gulden ook. Er is ook een sentiment op dit moment in Nederland om terug naar de gulden te willen. Wilders die gebruikt ook in zijn politieke campagnes. Is dat reëel? Nou ja, je moet dan om te beginnen bedenken dat het een jaar of 6-7 heeft gekost om van de gulden naar de euro te gaan. En dan zou je nu misschien in een weekend van de euro terug naar de gulden moeten. Dat is dus vrij lastig. Wat er dan gebeurt met de bankbiljetten die er zijn, de automaten die er zijn, al dat soort simpele dingen in het dagelijks leven. Wat geeft in dat een weekend zo zou moeten zijn? Nou ja, omdat het een speculatief moment is. Oké. Want je gaat terug naar oude munten, dus die Griekse drachme, als je die gaat invoeren, dan keldert die meteen in waarde. Dus dat kun je niet maar heren, kun je geen drie maanden over doen. Praten echt alsof het misschien zelfs zou kunnen gaan gebeuren. Nou ja, zover was ik nog niet. Ik zie het niet gebeuren, maar het zou kunnen gebeuren. Ja. En maar wat je dan ook nog moet bedenken is dat je in Nederland niet de oude gulden terugkrijgt, maar een nieuwe gulden die veel en veel harder is. In de tijd was het zo, je moest 2,20 gulden betalen voor 1 euro. Nou, ik denk dat je nu gewoon 1 euro omwisselt in 1 gulden. Dus je krijgt geen 2,20 gulden terug, maar je krijgt maar 1 gulden terug. Want die Nederlandse gulden, die is natuurlijk binnen dat hele eurogebied snoei en snoeihard. En dat heeft voordelen of juist niet? Nou ja, dan wordt het heel goedkoop om met vakantie naar Griekenland te gaan. En de benzine wordt goedkoper en andere dingen. Maar de Nederlandse export wordt dus veel en veel duurder. Dus voor de komkommer-exporteurs, noem maar wat, of de exporteurs van wat we ook in Nederland maar produceren, die zullen echt gaan stijgen. Ik heb ook eens gedacht, die zou eigenlijk verplicht moeten stellen een jaar lang dat Noord-Europeanen alleen maar op vakantie gaan in Zuid-Europa, om daar de economie op te krikken. En dat Zuid-Europeanen gaan skiën in de middengebieden. En zo alleen maar elkaar zouden moeten helpen. Ja, dat is de oplossing. Is dat de oplossing? Ja, dat eigenlijk wel. Want, maar je zegt nu een beetje koop Europees, dat zeg je nu. Die landen hebben tekorten. Die hebben tekorten die aangevuld moeten worden op een of andere manier. Dat kan natuurlijk dus heel mooi als wij dan met z'n allen alleen maar Griekse feta gaan eten of Italiaanse olijfolie gaan drinken of Spaanse tapas gaan nuttigen en dat soort zaken. Ja, en dat klinkt op zich goed, maar natuurlijk wel moet er efficiënt en effectief geproduceerd worden. Anders leg je het af
uiteindelijk betaal je heel veel geld voor een feta in Griekenland, die uit een ander land veel goedkoper en misschien wel veel lekkerder kan zijn. Ja. Dus ze moeten dus ook dramatisch met hun kosten, ook hun loonkosten, daar naar beneden. Precies. Als we het hebben over jouw boek, er komt binnenkort een boek uit, daar gaan we het straks over hebben, maar er is ook een boek wat al uit is geweest, daar heb je zelfs een chapter aan toegevoegd. Heeft te maken met Nout Welling over het woord, gaat dan over mismanagement. Wijst Nout ook mensen aan? Nee, Nout Welling is een wonderbaarlijke man. Hij kan heel goed uitleggen waarom dingen verkeerd zijn gelopen en ook hoe het komt dat het zo is gelopen zoals het is gelopen. Maar hij is op een bepaalde manier een soort ouderwetse, fatsoenlijke gentleman, zou je kunnen zeggen, die niet zegt, ja maar Jantje of Pietje of Marietje heeft het gedaan. Hij speelt het nooit op de man of op de vrouw. Hij blijft wat dat betreft eigenlijk fatsoenlijk, terwijl de hele kritiek op hem de afgelopen 2 jaar heel erg op de man gespeeld heeft. Hij kreeg het echt gewoon bam, recht voor zijn kop. En hij zegt ook ergens op een goed moment, ja ik was de kop van Jut. Nou ja, dat heb ik me laten overkomen, heb ik laten doen. Maar hij is niet zo dat hij zegt van, ja maar dat was omdat mijn collega bij de Nederlandse Bank of omdat de minister van Financiën of weet ik het wie de boel verziekt heeft. Dat doet hij niet. Roel, dankjewel. Eerste deel is voorbij. U kunt straks de uitzending van het andere deel terugzien via www.TheHackStreamTeam. En voor meer informatie over onze uitzendingen of onze audio en foto en videostreams, bezoekt u www.TheHackStreamTeam.nl. Dank u wel. En dan kunnen we ondertussen even een beetje doorpraten. Ja, we zetten er in principe een crawler onder.